Goedemorgen allemaal. Wat super gezellig dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van mij. Het is vandaag maandag. Ik ben weer helemaal klaar voor een nieuwe week. En zoals jullie kunnen zien heb ik me opgemaakt. Ik heb mijn haartjes gedaan. Ik heb een keer wat anders. Ik heb hier boven een knotje. Vond ik wel grappig. En dan verder gewoon lekker los. Want ik ga vandaag naar Amsterdam. Ik heb een superleuk event op de planning staan van Rituals. En ik heb ook met Lillian afgesproken om even bij te kletsen. Dat is echt al lang geleden. Dus heel veel zin in. Heb je zin in deze video? Dan vast even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En dan wens ik jullie heel veel kijkplezier. Zo, ik ben nu aangekomen in Amsterdam. En ik ben samen met Lillian. Super gezellig. En we zitten nu bij Pluk Amsterdam. Ik had dat al een paar keer op Instagram gezien. Ziet er echt heel erg gezellig uit. Kijken wat ik wil. Sowieso een lekker sapje op een smoothie is altijd wel lekker. Ook zie ik homemade iced tea. Vind ik ook altijd heel lekker. Hier, homemade iced tea. Is dat zo verser? Ja, denk het wel. En eten. Ik had gezien dat ze hier echt van die hele lekkere bowls hadden. Ik heb nu net zo hier heel eventjes mijn drinken besteld. En ik zal jullie nog heel even laten zien hoe het er hier uitziet. Je komt hier dus binnen. Dan kun je hierboven zitten. En het ziet er echt zo gezellig meteen uit. Super leuk met die bloemen. En hier zijn ook allemaal meteen hele lekkere dingen. Zo lekker allemaal. Als je aan deze kant kijkt, ze verkopen hier ook allemaal kopjes en glazen. Echt super leuke spulletjes. Het eten is er en het ziet er mega lekker uit. We hebben allebei een bol besteld. Echt super lekker. Ik heb met dragonfruit en zit allemaal hele lekkere dingetjes op. En Lillian neemt deze. Die lekker gele ziet er ook super lekker uit. En we hebben allebei nog een cake voor. Nou, ik heb aardappelcake. Super lekker. Super lekker gegeten. Echt een aanrader daar trouwens. Was echt super lekker. En ik heb de hele tijd niet meer gevlogd. Want we waren zo druk aan het kletsen. Nu ben ik al meteen weer door naar een ander event. En ik zit nu bij het Rituals event. Zoals jullie kunnen zien heb ik al een hele mooie versiering op mijn gezicht. Ik heb ook al een lekker theetje gekregen. Ik zal meteen even proeven. Super lekker. En we zitten hier allemaal weer gezellig op de grond. Kussentjes. Hier achter zitten allemaal aan de tafel. Het ziet er heel erg gezellig uit. Dus ja, ik ben echt super benieuwd. De verpakking is veranderd. Echt in een wat luxer jasje gestoken. We houden nog steeds eigenlijk de twee hoofdingrediënten van de lei. En dat is amandelolie. Wat juist dat nourishing geeft op de huid. En de Indiase rozengeur. Naar ook alle rozenblaadjes die je terug ziet komen. En we hebben aan het assortiment toegevoegd 3 oliën. En die staan hier op de tafel. Ik ben hier nu samen met Carmen. Hallo. Eerste keer op mijn vlog, hè? Ja. Stel je even voor. Nou, ik ben Carmen. En ik ben ook social media influencer. En jullie kunnen mij volgen op Carmen_mdfd. Ja, en jij doet fulltime. Wat we net heel even gehad over. Echt superleuk. Ze hebben superleuk Insta, dus zeker even kijken. Wij zijn hier echt oranje in dit licht. Dat zei ik net al, we doen mijn camera. We hebben net uitleg gekregen over een nieuwe lijn, een nieuwe olie. En dan kon je heel even kijken wat voor type je was. We waren allebei een ander type. Ik was Vata en daar hoort dan deze bij. En jij was? Pita. En daar hoort die bij. En we net heel lekker. Ja, ruiken allebei sowieso heel lekker. Net even uitgetest, echt super fijn. En ze hebben daar ook nog andere producten staan van de lijn. Dus ga ik zo ook heel even voor jullie filmen en kijken. Maar dat ik hier ben en we beginnen met een korte meditatie. Dus kom lekker zitten op jullie meditatiekussen. Dus dat is wel fijn voor die hebben nog ook. We hebben net dus de yoga cursus gehad en je ziet het misschien niet in het licht, maar ik heb er gewoon rode wangen van. Ik ben ook echt niks gewend. Toevallig had ik gisteren echt heel erg gesport en echt superveel squat gedaan. Dus bij die oefening waar je zo door je benen moest zakken, voelde ik het echt heel erg. We hebben nu even lekker gekregen. Ik weet niet zo goed, dat is volgens mij een soft curry. Dus gaan we nu al even lekker opeten en we zitten hier allemaal super gezellig. Ik ben weer terug in de kleedkamer. Hier staan mijn spullen. En kijk, je hebt hier zelfs in de douches allerlei spullen uit een nieuwe collectie staan. Echt zo leuk. En hier ben ik. En ik heb jullie vandaag mijn outfitje nog helemaal niet laten zien. Ik vind dit haar echt wel een keer leuk zo.
Echt grappig. De top die ik aan heb, die is van Panter. Ik hou van Panter en die is wat wijdere mouwen. Die is van Kikiriki. En hier is hij dan zo een beetje open, superleuk. Een keer een heel schattig hartjes ketting. Ik weet eigenlijk niet meer waar die van is. Kijk, een diamantje, zo leuk. En hier nog een kettingje van My Jewelry. En dan heb ik een riem van Zara. Rokje dat ik aan heb is van Lofty Manor. Panty die ik aan heb is ook heel schattig, met van die stipjes. Die is van Conte. En de schoentjes die ik aan heb zijn van Fab Shoes. Echt super blij mee. Dus dat is de look. Het event was echt heel erg leuk. Ik ga zo meteen nog even een leuk fotootje maken en dan ga ik weer op naar huis. Ik zit er nu even gezellig samen met Lynn. Yay! Nog wat lekkers gekregen. Ik zoom even op jou eten, maar je zei net dat het pittig was. Ja, dus dan weet ik niet zo goed of ik het wel lust. Ik ga een hapje proeven. Is wel wat. Nou, op zich alleen dat rode spul is pittig. Oh. Oké. Dit dus. Ja, dat rode dan. Nee, nee, het is geen lekker. Misschien komt de... Oh, nou komt in één keer de pittige naast mij. Zo, op het begin lijkt het best wel. Ja, het is wel lekker. Daar kan ik even gewoon nog wat water erbij drinken. Het gebeurt mij dus weer. Ik had zo'n mooie tas van Rituals. En nu valt alles eruit. Echt super vervelend. Even kijken of ik het kan fixen. Oké, ik zit nu dus in de trein eindelijk. Ik heb het gehaald. Echt super vervelend dat net alles uit mijn tas viel helemaal op de straat. Dus ik moest nog heel even snel rennen. Die tas was gewoon heel die bodem uitgezakt, maar de doos is nog heel. Ik ben weer in Eindhoven na een hele lange reis. En ik zie nu dat ik dit dingetje nog op mijn hoofd heb. Dus ik zal het maar heel even afhalen, want het ziet er wel raar uit. Maar goed, ik wil nog heel even met jullie bijkletsen, want ik heb nu toch nog ongeveer 10 minuutjes om te wachten. Ik heb dus mijn eerste 2 weken nu gehad op school. Ik kreeg trouwens heel veel opmerkingen in mijn vlogs dat ik te snel praat. Sorry hiervoor, maar het komt gewoon eigenlijk als ik heel enthousiast ben, dan ga ik gewoon snel praten. Dus ik ga nu voor jullie opletten. Maar ik heb de eerste 2 weken op mijn school gehad. Superleuk. En ik heb ook echt heel erg leuk nieuws. Want ik ben nu dus een zwangerschapsvervanging aan het doen. En die is ongeveer tot januari ben ik daarmee bezig, groep 3-4. En daarna had ik eigenlijk nog niks. Dus ik vond het wel een beetje spannend waar ik dan terecht kwam. Ik dacht, ja, ik zie het wel gewoon. Ik hoop dan dat ik niet weer steeds losse vervangingen moet gaan doen. Want dat is gewoon het minst fijn. Het fijnste is gewoon als je lekker lang ergens kan staan, dan kan je ook echt iets opbouwen met die kinderen. Maar toen kreeg ik dus te horen dat ik weer mag gaan vervangen bij de kleuters. Zo blij mee. Echt op diezelfde school waar ik dus afgelopen jaar heb gewerkt. En ook 4 dagen in de week. Dus echt heel perfect. Dus daar ben ik super blij mee. Dus eigenlijk heb ik nu het hele jaar gewoon niet staan. Begin ik op 3-4. Dat ben ik dus nu aan het doen. Harenwaaidels in mijn gezicht. En daarna ga ik groep 1-2 doen weer. Dus ik vind het allebei leuk. Dat is wel echt mijn leeftijd. Ik vind de onderbouw wel echt gewoon het leukste om te doen. Dan zijn de kinderen gewoon nog lekker spontaan. En ja, dat vind ik gewoon echt heel erg leuk. Dus ik ben blij dat ik dat nu mag doen. Morgen studiedag. Dus, en de rest van de week aan werken. Wat wilde ik nou nog vertellen? Oh ja, kijk. Mijn roosje hangt helemaal slap. Ik had echt superleuk een roosje meegekregen. Maar ja, goed, die zit natuurlijk nou niet in het water. Oh, en ik ben dadelijk precies op tijd thuis voor Holland's Next Topmodel. Dat is echt super fijn. Want ik ben rond 8:15 ben ik thuis. De maandag vind ik nu echt een leuke tv-dag geworden. Dan kijk ik altijd eerst Holland's Next Topmodel en dan Models in Paris. Vind ik ook altijd leuk. En daarna komt dan nog zo'n modellen-scout. Maar het ligt er een beetje aan of ik dan moe ben of niet. Of ik dan ga slapen. Dus dat is altijd een tv-dag dat ik even thuis ben. Ga ik niet met Dennis afspreken als enige dag. Alle dagen in de week spreek ik mezelf met hem af. Maar ja, maandag is gewoon een beetje meer een meidendag om tv te kijken. Ik had net een hele leuke foto op Instagram geplaatst. Wacht, even kijken of ik hem nog aan jullie kan laten zien. Want mijn telefoon is nog maar 1%. De struggle. Dat vind ik echt zo vervelend. Kijk. Kijk waar die is. Deze. Echt superleuk. Die had Linnet van mij gemaakt, heel even snel. Alleen toen begon het dus in één keer heel hard te regenen. Ze moesten echt rennen. Maar mijn telefoon is eigenlijk 1%. En mijn treinkaart staat op mijn telefoon. Dat is echt zo onhandig van mij. Alleen wat wel heel fijn is, in die trein waar we dus dadelijk in zitten, hebben we lekker stopcontact in de trein. Dat is echt super fijn, maar daar zit je dus al maar heel kort in. Ik vind het dan jammer dat we dat in de treinen naar Amsterdam niet hebben. Ik ben wel lekker thuis. Heerlijk altijd om dan na zo'n dag weer lekker thuis te zijn. En ik ben ook best wel moe. Ik heb niet geslapen in de trein. Ik heb de hele tijd een beetje op mijn telefoon gezeten, dingen bijgewerkt. En toen ik thuis kwam, zag ik nog meer pakketjes. Zo leuk, mijn Josh Fee pakketjes binnen. Lievelings, dus die ga ik zo heel even met jullie unboxen. Maar het is super donker. Ik haat het dat het nu wel een beetje vroeger donker wordt. Want dan kan ik altijd moeilijk filmen. Ik sta daarom even op de badkamer. Het is best wel gelig licht hier, sorry hiervoor, maar dan kunnen jullie me nog enigszins zien. Daar zitten al die prachtige bloemen in. En dit is weer zoiets wat heel onhandig gaat. Hoe gaat het nou? Oh ja, kijk. Dan draai je hem open.
Dit gaat echt lastig. Ho, en dan zitten hier twee producten in. Dit is, het is trouwens allemaal van dezelfde lijn. Ik ga het jullie heel even goed in beeld laten zien. Daar staat een naam op. Die kan ik wel eens heel moeilijk uitspreken. Dit is de Ritual of Ayurveda. Ayurveda? Oh, dit is druk altijd met de naam. Maar jullie hebben het net gelezen. En dit is een foaming gel. De hele lijn ruikt trouwens echt heerlijk. Ik heb hem daar geroken. Echt. En is dit bodycam? Ja, lievelings. Dan zijn we nog op het event. Bodybutter van Rituals is echt lievelings. Als die potten opgaan. Oh, ik vind het dan altijd zo jammer om die op te maken. Maar ik vind het heerlijk om na een douche hiermee in te smeren. Dus hier ben ik super blij mee. De drie liggen een beetje door elkaar omdat ik die dosis had laten vallen. Dan ga je door naar deze twee producten. En dan ga je door naar Rituals. Roze, super bedankt Rituals voor het leuke event en voor dit prachtige pakket. Dan gaan we verder en ik heb hier een pakketje van John Behrens ontvangen. En dit zijn allemaal producten van Hair Infinity, haarpillen. Ik ben echt super benieuwd om deze uit te testen. Dit zijn voedsupplementen en dan zitten vitamine in die goed zouden zijn voor je haar. Nou, zoals jullie weten, ik heb best wel struggle met mijn haar, dus alles wat helpt is welkom. Wat hebben we hier? Detox en de-stress. Het zijn ook supplementen die erbij horen. Dat zijn deze. Dan zit er nog een hele mooie roze borstel bij. Oh my god! Ik zie nu pas de achterkant. Dit is echt een leuke borstel. Kijk, dit is de voorkant. Gewoon heel erg mooi roze. En dit is de achterkant. Shiny, shiny, shiny. Ik hou van glitter. Jullie ook? Oh, deze is echt heel mooi. Hier ben ik echt super blij mee. En dan heb ik van Hair Infinity nog twee andere producten. Dit is een conditioner. En dit is een shampoo. Wat is dit? Oh, dit is nog een t-shirt van Hair Infinity. Dus John Behrens, heel erg bedankt voor deze producten. Ik kan niet wachten om ze uit te gaan proberen. En laat ik jullie zeker weten of het werkt. Want als het werkt, dan ben ik blij. Next. Het pakketje van Josh V. Het is een lookje dat bestaat uit dit shirt. Een grijs shirt, dus die ga ik zo meteen heel even passen. Daarover draag je dan een velvet top. Dat is deze. Dat is echt nu de trend zo over elkaar heen. En dit is dan het rokje. Misschien is het wel leuk als ik het heel even snel aandoe. Dus echt, ik vind het super leuk. Ik had het zelf niet verwacht dat ik het zo leuk vond. Ik weet nog toen die trend inkwam met hemdjes over shirts, dat ik echt dacht, oh my god, dit ga ik nooit dragen. Maar oeps, nu vind ik het gewoon leuk. Maar ja, ik vind het heel leuk staan. Het velvet, echt een hele leuke mix van stofjes. En ik ben echt super blij met deze outfit. Laat al even in de comments weten wat jullie van deze outfit vinden. Ik ben heel erg benieuwd. Dan ga ik meteen door naar het allerlaatste pakketje. Ik heb hier alle spulletjes liggen. Ik heb een samenwerking met Chrissy en Paul. En ik mocht dus een horloge uitzoeken. Echt super tof. Ik heb allemaal losse onderdelen moeten bestellen, zodat ik mijn eigen horloge kon samenstellen. En dit is de wijzerplaat. Vond ik wel heel erg tof. Zo zwart, marmer. Ik dacht, dat is wel heel erg leuk om te combineren. Want nou ja, zou meteen al heel erg leuk hierbij staan, zie ik nu. En dan heb ik allerlei verschillende bandjes. Dit is een dikker zwart bandje. Een dunner zwart bandje. Dan heb ik nog een gouden bandje. Vind ik ook heel leuk. En wat zo leuk is, als je die bandjes dan verwisselt, heb je meteen een nieuw horloge. Dat vind ik echt super tof. En dan heb ik nog zo'n zwart bandje. Hoe noem je dit? Ja, geen idee. Gewoon heel erg tof. En dan heb ik ook nog verschillende slotjes. Een zwart slotje. En een goud slotje. Dus dan kan ik heel mijn eigen horloge pimpen. En dan kan ik hem in dit mooie doosje doen. Ik ga er dadelijk al even naar kijken. Even in elkaar zetten. En dan laat ik hem jullie in de volgende video wel zien. Nou, bij deze zal ik de vlog maar eens gaan afsluiten. Ik heb net op mijn telefoon dat het 8:30 is. Holland's Next Topmodel Time. Ik ben wel benieuwd. Wie is jullie favoriete model? Of kijken jullie het helemaal niet? Ja, laat het me heel even weten in de comments. Super gezellig dat jullie weer hebben gekeken. Vond je deze video leuk? Dan zeker even je duimpjes omhoog. Ik zou het super tof vinden als je abonneert op mijn YouTube kanaal. Als je dat nog niet hebt gedaan, dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En dan zie ik jullie gezellig de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken. Doei doei!